Wat doen jullie op Bikemotion Benelux en wat hebben jullie allemaal al gezien? Wij komen voornamelijk voor fietsen en voornamelijk racefietsen komen we kijken. Onze zoon is sinds kort racefietsfan. En we zijn zelf ook een beetje into de fiets. We hebben al een mountainbike. We zijn ook eventueel aan het oriënteren voor een racefiets. En we hebben leuke dingen gezien. Leuke mensen ook ontmoet. Dus. Ja. En fietsen mevrouw ook? Ja. En ook heel veel mooie dingen gezien? Genoeg. Heel veel mooie dingen, ja. Ik heb vooral gekeken naar de e-bikes. De moderne vorm van fietsen, zeg maar. En dan eigenlijk niet alleen voor mezelf, maar vooral voor mijn vrouw. Want die wil met mij mee gaan fietsen in de bergen, in Frankrijk en zo. En, fietsen met een motortje eigenlijk? Een motor is misschien niet het goede woord. Trapondersteuning heet dat. Ja. En waar ik vooral naar kijk, dat is het sportieve uiterlijk daarvan, want je hebt fietsen, e-bikes die lijken wel bromfietsen, maar ik wil dus ook voor mijn vrouw een mooie sportieve fiets met trapondersteuning en er is hier heel wat te zien hier. Wat doen jullie op Bikemotion Benelux? We zijn flyertjes aan het uitdelen aan alle bezoekers. Flyers van? Van deze stand. En wat is de naam van deze stand? Pisai. En is het leuk? Ja, het is hartstikke leuk. Hebben jullie gevonden wat jullie zochten op de beurs? Wij gingen alleen maar kijken naar mooie dingen, want ik heb al een hele mooie fiets. Dus, En heel veel mooie dingen gezien dan? Ja, natuurlijk. Altijd mooie fiets hier. Dus, En de zoon? Ja, die is ook op zoek naar een fiets. Die hebben we nog niet gevonden. Nog niet gevonden? Iets gezien? Ja, dat wel. Maar die waren allemaal te duur volgens ons pap. Te duur? Ja. Ik wil dus sparen, duur. Dus sparen. Ik wil altijd het beste hebben en dat wil hij niet. We zijn toevallig, ik ben samen met een vriend, hij is even verdwenen, maar die is aan het kijken naar een trekkingfiets. Specifiek om door Zuid-Amerika te trekken hebben we wat informatie ingewonnen. Grootse plannen, heel echt grootse plannen dan. Ja, en daarnaast ben ik zelf geïnteresseerd in race en ATB. Op Bikemotion Benelux een Vlaming zowaar, en zo zijn er heel veel. Absoluut, ja. Veel gezien? Absoluut heel veel gezien, eigenlijk wel een beetje tijd te kort voor alles te mogen zien of te kunnen zien. De openingsuren mochten wel iets langer op zaterdag, vond ik. Voor de mensen die in de week gaan werken, is dat wel een gebrek. Specifiek iets gevonden ook, of naar iets op zoek? Naar iets op zoek niet echt. Nee, gewoon ik kom kijken wat de nieuwe snufjes zijn voor 2011. Dus, Ik heb gazellen gezien, hoofdzakelijk. Gazellen? Gazellen. Oer-Hollands merk? Oer-Hollands merk. Ja, en wat heb je dan allemaal gezien? Gazellen heeft een paar frames, waarvan ik nog steeds het mooiste frame wat er op dit moment gemaakt wordt, een raceframe. Dus voor 2011 heb je een nieuwe fiets? Nee, die heb ik al. Wij promoten eigenlijk Wheelracer gedurende de beurs. Op welke manier? Wij dragen een mooi pakje van Bioracer. Op die manier. Dus we lopen rond. We delen folders uit. We hebben polsbandjes voor als je aan het zweten bent. Krijgen jullie veel reactie daarop? Op jullie aanwezigheid? Nou, goh, ja. Behoorlijk. Ja. Nou ja, ik heb eigenlijk een beetje rondgekeken, maar ik heb wel redelijk informatie gevonden over wat ik wou weten, ja. En een fiets in het bijzonder op het oog, of materiaal in het bijzonder? Ik was bijzonder in de indruk van de Canyon fiets. De Aero voor mij. Dat is een nieuwe, hè? Ja, dat is nieuw, ja. En toch voor mij de prijs-kwaliteitsverhouding is voor mij goed. Dus, Wordt dat je nieuwe fiets voor 2011? Dat weet ik nog niet, maar het is wel een van degenen die er nu al uitsteekt, ja. De Giant bij de fietsen zijn wij geweest. En Vakantselij bij het pro-team zijn we eens te kijken. Bij de dus je had op vakantie? Vakantselij? Nee, dat niet hoor. Gewoon interesse in de wielerploeg? Interesse in de wielerploeg, ja. Nou, ik wilde een paar dingen zien. Ik wilde naar Itworks. Ik wilde naar Santos. Ik wilde naar Shimano. Het is zeer gericht eigenlijk. En ik heb de Tour for Life gefietst dit jaar. Dus ben ik even bij de uitreiking van het boek geweest. En dat heb ik nog meer gedaan. Veel mooie dingen gezien? Nou, ja, ik vond dat Conago een hele mooie fietsen weer maakt. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb mijn C50 verkocht. Maar als ik het zo zie en ik kijk naar die nieuwe C59, vind ik dat een fiets voor een hele mooie. Begint weer te kriebelen dan? Ja. Nou ja, ik heb wel heel erg veel fietsen gekocht de laatste tijd. Dus ik I'm taking it easy. Okay. Maar misschien kom ik door Grinta weer in verleiding, want dat wil je horen natuurlijk. Zo horen we het graag. Zo hoort het.